Ja, het is oktober, Janneke. Ja, hier zitten mijn herfstspullen in. En daar zijn de spulletjes die ik heb gekocht. Balletjes aangehangen. Een hele goede morgen. Het is zondag 1 oktober. Ja, het is weer oktober. Nog 8 nachtjes slapen, dan ben ik jarig. Dan word ik 44 en dan niks. Ja, 9 oktober ben ik jarig en Daniela is 10 oktober jarig. En ja, ik weet nog heel goed dat ik, ze wordt 23, op 10 oktober wordt zij 23 jaar. Ik weet nog echt als de dag van gisteren, dat ik wee op mijn verjaardag had en dat ik zoiets had van nee, kom niet op mijn verjaardag. En toen kwam ze gelukkig in de nacht, dus dan was ze net de volgende datum. 10 oktober, maar ja, we vieren het toch altijd samen, dus schiet het er niet zo heel veel mee op. Weet je, waarom begin ik hierop? Maar goed, weet je, ja, het is oktober, Janneke, het is oktober, het is 1 oktober. Net is oktober pas begonnen, het duurt nog een hele week voordat je jarig bent, maak je geen zorgen. Want ik zit nog aan de goede kant van de 40, toch? Ja. Ja, je gaat op een gegeven moment toch nadenken van dat je op de helft van je leven bent en zo. Ja, hele, hele rare gedachtes, maar dat je op de helft van je leven bent en dat je er nog wel wat van moet maken. En ja, nu je nog gezond bent, dat je nog leuke dingen moet gaan doen. En nou, weet je, al die clichés bij elkaar. Gewoon flauwkul. Ga gewoon 44 vieren en ik ben mezelf gewoon heel erg moed aan het inpraten. Ik weet niet waarvoor. Maar goed, klaar erover. Ik ga bellen uitlaten. Ik neem jullie gezellig mee naar buiten, want het is heel erg mooi weer. Het is droog, dus ik kan gewoon filmen buiten. De camera kan gewoon tegen de zon en, niet, ja, en de regen vindt hij niet zo leuk, dus ik kan jullie meenemen. Wat een gouden hoer. Ik ga opschieten. Ik zie jullie zo buiten bij Bella. Met Bella. Ik wou iets heel anders zeggen. Ik ben Janneke van Huisje Wel Tevree. Ik vlog dagelijks met mijn gezin, met mijn kinderen, met mijn gastkinderen. Een hondje en het poesje. Bella en Troy zijn dat. En ja, ben je nieuw op dit kanaal? Kijk vooral verder. Tot ziens! Waarom moet je nou weer zo charmant doen? Waar ben je? Troy, waar ben je? Op je plaats. Smakelijk, Bella. Oké, het is weer zo'n zondag met erwten. Ja, vorige zondag was dus ook zo. Maar nu minder hoor. Minder druk staat erachter. Dus ik ben tussendoor ook nog een beetje aan het opruimen en zo. Ik heb mijn eettafel zo gelaten zoals die nu is. Want dat is een opdracht van de huishoudcoach week 4. Ja, het is wel een beetje een spoiler alvast voor morgen. Maar ja, ik neem hem vast op. Kijk. Ja, hier zitten mijn herfstspullen in. En daar zijn de spulletjes die ik heb gekocht. En er zat nog een doos met diamond paint. Oh, ik zal even laten zien hoe ver ik nu ben. Met de Woezel en Pip. Kijk. Het wordt toch zo schattig, hè? Echt, oh, kijk, dat heeft in een... Oeh, is losgegaan. Heeft in een knak gelegen. Of hij heeft het een beetje scheef gelegen en dan is het steentjes omhoog gaan staan.
Oh jee, dus die moet ik eventjes goed opbergen en niet zo neerleggen. Ja, wat nu? Nog even stofzuigen hier die woonkamer. Ja, weet je, ga ik allemaal niet weer filmen. Of blijft het even stofzuigvlog. Zo moeten we nog even lekker mijn bellen naar buiten, want het is hartstikke mooi weer. En ja, het is toch wel heel spannend of die baby geboren gaat worden, want Agnes is bij de verloskundige geweest en er was al wel een centimeter. Maar ja, weet je, dat zegt ook weer natuurlijk niet zo heel veel, want vaak heb je bij een volgende zwangerschap heb je vaak al wat ontsluiting. Maar ja, het is wel heel spannend, dus ik wil wel zorgen dat mijn huis vast gestofzuigd is en dat de kamer, de bedden opgemaakt zijn en zo. Want als de kinderen komen, dan is in ieder geval alles klaar. Ja, het is wel heel spannend. Net een video vast opgenomen voor de huisartscoach week 4. En nou weet ik dat mijn keuken dringend om aandacht. Nou ja, weet je. Ja, maar ook visite. Kijk, geen mening geven. Don't judge. Dus het wordt weer ernstig tijd om de boel op te ruimen. Dat ga ik maar even doen, hè. Inmiddels, een paar vierkante ogen later, ben ik klaar met editen. Nou ja, ik kan wel even door met editen en moet ik eigenlijk ook wel gaan doen. Maar ik wil je even wat laten zien wat ik heb gemaakt. Geïnspireerd door de bento's trouwens. Ik zal hun video ook even linken aan dit. Want door hun ben ik weer een herfstmand heb ik hier gemaakt met allemaal herfstspulletjes. En er is nog meer. Kijk, en dat is ook gewoon opgeruimd gebleven. Dat heb ik in de box gezet omdat ik ging stofzuigen. Maar kijk hoe cute. Ik heb die takken bij de Action gehaald. En die balletjes ook. Kijk. Wauw. Vanavond zie je dat natuurlijk nog veel beter. Maar ik dacht, wat een leuk idee. Zo. En hier op tafel heb ik ook. Heb ik hier een dingetje gemaakt. Moet nog even een vaccinelichtje bij doen. Deze had ik ook al. Met het hele schattige, ja, kaboutertje. Er moet ook nog een vaccinelichtje in. En wat hadden we nog meer? Oh ja, ik heb hier ook balletjes aangehangen. Die zal ik vanavond ook even laten zien als ze aan zijn. En wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb opgeruimd. Oh ja, ik heb hier ook een herfstdingetje neergezet. Ja, dus die tulpen zijn ook eindelijk eens weg. En zelfs dit is een beetje opgeruimd. En dat zijn jullie en ik. Dag! Dus ik heb zeker niet stilgezeten vandaag. Ik heb een hele hoop gedaan. Het huis is weer helemaal netjes. Wasjes zijn gedraaid. Nu is het tijd voor een kopje koffie en gevulde speculaas. En even een aflevering kijken van The Good Wife. Nog steeds leuk. Ik ben bij aflevering 6. Ik vind hem nog steeds hartstikke leuk. En ondertussen heb ik Designated Survivor. Was weer een nieuwe aflevering van. Ben ik verder aan het kijken. En Chesapeake Shores is ook een nieuwe aflevering van. Die kan ik gaan kijken. Maar ik vind het ook wel weer leuk om er dan een paar te verzamelen. Dan kan je zo lekker binge-watchen. Ja toch, als het dan zo spannend is, dan wil je eigenlijk niet stoppen. Dan wil je de volgende kijken. Ja, en daarom vond ik het zo fijn om een serie te vinden met meerdere seizoenen. En The Good Wife heeft er 7. Dus weet je, ik kan nog even voort.